Andries van den Brink. Ja, Andries van den Brink. Ik heb die naam eigenlijk maar heel zelden gehoord en ik heb even rondgevraagd. Hier in Harderwijk zijn er maar heel weinig mensen die je kennen, terwijl je in Nederland hartstikke bekend bent. Je kwam laatst met nummer 3 binnen met je nieuwe hit. Te veel aan, ja, dat klopt. Hoe kan dat nou? Ja, het is gewoon... Waar ligt dat dan? Het is een gunnetje. Het is een gunfactor wat je krijgt. Van de ja, maar dat je hier in Harderwijk zo onbekend bent. Eigenlijk heb ik 5 jaar geleden was ik in Harderwijk bekend met het zingen. Maar dat is een beetje minder geworden omdat er meer zangers zijn in Harderwijk ook. En ik ben verder op het land ingegaan. Okay. Dus ik heb eigenlijk Harderwijk een beetje... Achter je gelaten. Achtergelaten, dat was mijn start. Nou, en nu ben ik dus een beetje verder gegroeid en kom je overal een beetje... Ja. En jouw plannen voor de directe toekomst? Ja, gewoon lekker zo doorgaan. Mijn album is net uit en ja, je draait mee in de top 3 van TV Oranje. Ja. Prachtig. Ja. Dan mag je niet klagen. Ik bedoel, dan heb je het goed gedaan. Dat is ongelooflijk. We gaan zo naar je luisteren. Dankjewel. Ja, ja, nou ja, dan willen we natuurlijk weten, wat is het nummer dat je zo meteen naar voren gaat brengen? Ik ga zo meteen het nummer Ik hou van jou doen. Ja. Die staat ook op mijn album. En dat is leven. Dus je nieuwe hit, toch? Dat is nu de nieuwste die nu verfilmd is, zeg maar. Ik heb dan een heel album en die zijn we helemaal aan het filmen. Ja. Dus dat kun je niet in één keer naar TV in Harderwijk opgenomen. Ik wou net vragen. Volgens mij, die clip daarvan heb je in Harderwijk opgenomen. Ja, die hebben we in Harderwijk Waarom opgenomen. Waarom heb je die in Harderwijk opgenomen? Ja, we hadden gewoon zoiets van, het is Harderwijk, het is ik. Ik ben daar begonnen en het moet in beeld komen. Kijk aan. En Ik hou van jou is ook een eigen tekst, geloof ik, hè? Ik hou van jou is deels eigen tekst, maar het is eigenlijk al wel een bestaand nummer. Maar we hebben hem iets aangepast. Okay. Met accordeon, een andere een lekker sfeertje erin. Ja. Je wordt zometeen begeleid door Roy Ottens. Dat is mijn maatje. Roy Ottens. Je maatje? Roy is een producer. En die maakt al mijn nummers, al mijn muziek. Begeleidt mij met accordeon. Neemt me mee naar de optredens. Dus hij is zeg maar degene wie mij die zet heeft gegeven om door te kunnen groeien. Ja, kroegie in, kroegie uit. Ja, dat zijn dan de drijvende krachten achter. Ja, als er dan iemand in je gelooft en die staat er dan achter en hij creëert dan zo'n album voor jou wat je dan mag maken. Omdat hij erin gelooft en het gaat dan ook zo zoals het moet. Ja, daar kun je trots op zijn. Ja. En dan weet je ook gewoon, ik heb een vriend achter me staan. En ja, dat is belangrijk. Dat is mooi om dat kun je zeggen. Tekst op zich. Hè? Dat is al een nummer op zich als je erover... Volgende hit. Ja. En Roy gaat jou ook muzikaal begeleiden, waarop? Welk instrument? Accordeon heeft hij bij zich. Roy is accordeon. Als je TV Oranje kijkt, er zijn 7 van de 16 clips, zie je Roy. Want hij maakt ook muziek voor andere zangers. Oh, oké. Okay. Hij heeft een eigen studio, hij maakt de clips. Dus. Hier in Harderwijk allemaal? Ook in Harderwijk. Waar zit hij dan? Roy zit in Apeldoorn. Oh, in Apeldoorn. Ja, er zit ook de studio en daar nemen we alles op. Ja. Oké, geweldig. Ja. Leuk joh. Hey, ik denk dat het tijd wordt voor jou om naar je plek toe te lopen. Zodat we zo meteen naar je kunnen gaan luisteren. Ga je gang. Ga je gang. Dan gaan wij ietsje eerder dan gepland, maar dat is helemaal geen probleem. Gaan wij luisteren naar het nummer Ik hou van jou, van Andries van den Brink. De hele grote talenten, dat mag ik wel zeggen, hè, Harry. Sta je klaar, Andries? Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar. Nou, ga je gang. Het eerste wat ik van jou zag, 2 blauwe ogen en een lach. Maar toen voor ons de eerste dans begon, wist ik dat ik jou zeggen kon. Oh, oh, oh. Ik hou van jou, als ik je kus voel ik een warme gloed. En als je lacht dan is mijn dag weer goed. Ik hou van jou. Ik wil je alles geven, want jij bracht in mijn leven zo'n schijn. Jij bent voor mij gekomen, als antwoord op mijn dromen, want ik hou van jou. Mijn leven bracht niet veel geluk, mijn dromen vielen meestal stuk. Maar toen jouw liefde in mijn leven kwam, was dat voor mij de grote kans. Oh, oh, oh. Ik hou van jou, als ik je kus voel ik een warme gloed.
En als je lacht, dan is mijn dag weer goed. Ik hou van jou. Ik wil je alles geven, want jij bracht in mijn leven zo een ster. Jij bent voor mij gekomen, als antwoord op mijn dromen, want ik hou van jou. Van jou. Ik wil je alles geven, want jij bracht in mijn leven zo een schijn. Jij bent voor mij gekomen als antwoord op mijn dromen, want ik hou van jou. Jij bent voor mij gekomen als antwoord op mijn dromen, want ik hou van jou. Ja, dan is het nu tijd voor de reclame. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Harry, wat vond je ervan? Ik vind het prachtig gebracht. Een feestje, hè? Ja, ja, superleuk. Ik hou van feestjes. Dat, wij ja. dat we dat in Harderwijk hebben. Het leven is een feest, hè? Het leven is een feest. Je moet zelf de slingers ophangen. Want het leven kan zwaar zijn. Pak de momenten dat je het kan vieren. Dit is weer zo'n moment. Ja, ja, dus waar kunnen we naar de reclame inmiddels? Nou, wij gaan nog even luisteren naar onze muzikale gast, Andries van de Brink, om zijn tweede nummer op te voeren, Kom Schat. En daar is hij vorig jaar eigenlijk wel heel erg bekend mee geworden, kunnen we wel zeggen. Hij stond in de top van TV Oranje met TV Oranje. Met nummer, je kan stemmen, hè? Op tvoranje.nl. Op Andries. Dan hebben ze een nummer op zoek. Stemmen. Hadden we eens doen. Oké. Okay. Ja. Andries, ga je gang. Ik loop doelloos door de straten, maar kan nergens anders heen. Ik heb geen denken om op te slapen, en de kou waait om me heen. Ik heb geen geld om iets te kopen, nee, echt geen piek meer in mijn zak. Ik ben te moe om door te lopen, voel me niet op mijn gemak. En dan zeg ik meestal, hey schatje, kom nou en kom schat. Sla je armen om me heen, want het spijt me zo. En ik voel me zo alleen, en ik ga van alles verkeerd. En geef me nog een kaart, en voor de laatste keer. Ik heb mijn lesje wel geleerd, oh, oh. En van je fouten moet je leren, maar die kans die kreeg ik niet. Ik was te moe om te presteren, en verder leven kon ik niet. Ik had geen geld om iets te kopen, nee, echt geen pieken meer in mijn zaak. Ik was te moe om door te lopen, ik voel me niet op mijn gemak. En kom schat, sla je armen om me heen, want het spijt me zo. En ik voel me zo alleen, en er gaat van alles verkeerd. En geef me nog een kaart, voor de laatste keer. Ik heb mijn lesje wel geleerd, oh, oh, oh. En kom schat, sla je armen om me heen, want het spijt me zo. En ik voel me
zo alleen. En dan gaat van alles verdiend. En geef me nog een kaart. En voor de laatste keer. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Oh, oh. Dankjewel. Dankjewel. Zeg, wij hebben, dit is de laatste uitzending van het seizoen. Hopelijk zijn we er volgende seizoen ook weer bij. Laat ons weten wat je ervan vindt en of je wilt dat we er volgend seizoen weer bij zijn. Dat kan via info@hk13.tv of Facebook en Twitter natuurlijk. Heel hartelijk dank allemaal voor het kijken. En tot ziens. Tot ziens. Doei.